Goedendag. Ik kijk naar de weersverwachting van weerplaatsen.nl. We hadden vandaag te maken met een aanvoer van koude lucht vanaf de Noordzee over Nederland. En die lucht die was afkomstig uit de Poolstreken, dus behoorlijk koud. Vooral hoger in de atmosfeer. En dat zagen we ook terug in de buien. Die trokken vooral vanaf zeeën en land binnen. En daarbij kregen ze in de loop van de dag steeds vaker ook een winterskarakter. In België is het op sommige plaatsen zelfs wit geworden. Ook in Nederland zijn wat sneeuwvlokken gezien, onder andere in het zuiden van Limburg en in Rotterdam. En ik heb er ook foto's van. De linkerfoto die komt uit België. Nou daar is het dus echt serieus wit. En we hebben het hier dus niet over de hoge Ardennen, maar dit is in de buurt van Gent, ten westen van Brussel. De rechterfoto die komt uit het zuiden van Limburg. Ook daar grote vlokken, maar daar werd het niet echt wit. Vanavond gaat de buigheid snel afnemen. Maar de eerste helft van de avond verwacht ik toch nog wel behoorlijk wat buien in Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland en in het westen van Noord-Brabant. Daar kan dus ook nog steeds hagel en natte sneeuw bij zitten en misschien een klap onweer. Elders in het binnenland grotendeels droog weer, veel bewolking en de temperaturen dalen dan weer tot dicht bij het vriespunt. In de nachtelijke uren daalt het kwik tot onder nul. En dan kunnen de natte wegen plaatselijk weer glad worden. Er kan ook wat mist ontstaan en ook daar kan het verkeer last van krijgen. Koude nacht dus met temperaturen die hier op de meeste plaatsen rond of onder nul schommelen. En daar hebben we ook morgenochtend nog mee te maken met die lage temperaturen. En smiddags wordt het ook niet echt warm. 1 à 2 graden maar in het binnenland. En dat bij veelal grijs weer. Dus nevelig, een gesloten wolkendek, amper kans op zon. In de kustregio kan de zon wel wat vaker doorbreken. En daar loopt de temperatuur dan meteen op tot plaatselijk 5 graden. Heel enkel buitje kan daar ook nog vallen, want de meeste plaatsen gewoon droog weer. Ook morgen trouwens weinig wind, dus wat dat betreft heel rustige omstandigheden. En kijken we dan wat verder vooruit? Nou, dan is de zaterdag nog een hele koude dag in de oostelijke regio's. Temperaturen daar zo rond de 1 graad. Maar in het noordwesten gaat de temperatuur oplopen naar 7 graden. daar begint het s middags te regenen. Die neerslag die bereikt dan aan het einde van de dag ook het oosten en zuidoosten. En daar dan kan dan eerst wat natte sneeuw of sneeuw vallen. Niet meer dan een centimeter, maar het kan wel even wat wit worden. In de nacht gaat het dan geleidelijk ook daarover in regen. En dan komen we bij de zondag. En daar zien we dan overal hoge temperaturen: 6 tot 9 graden. Dus de mini-winter is dan voorbij. In de ochtend nog wel wat lagere temperaturen. En vooral in de ochtend van de zondag ook nog regen. Smiddags dus wordt het wat droger. En de maandag ziet er beter uit. Dan is het grotendeels droog weer. Met in het westen en noorden geregeld zon. In het oosten en zuidoosten nog bewolkt en wat lichte neerslag. En zien we de winter dan nog terugkeren? Nou, daarvoor kan ik dit mooi laten zien. Boven zie je de kans op vorst s'nachts. Komende nacht en in de nacht na zaterdag, dus grote kansen op vorst. Maar daarna een paar dagen 0%. En aan het einde van volgende week en in het weekend daarna, dan zie je de kansen langzaam weer toenemen. Maar heel overtuigend is het nog niet. Nog twee dagen, dus winterweer, en daarna raken we dat gedoe kwijt en gaan de temperaturen weer omhoog. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl